Maar volgens mij moeten we hier zijn. We staan hier voor een appartementencomplex in het centrum van Enschede. Hier achter mij ligt op de vierde verdieping een hoogzwangere vrouw. Nou, wat is de bedoeling? Marissa, jij bent zometeen kraamverzorgster. Nou, jij gaat zometeen een opblaasbaar hoog-laagbed, deze hier, installeren bij deze vrouw. En, oh ja, de lift doet het niet. Nou, wij zijn er helemaal klaar voor hier. Oliver, is Marissa er ook klaar voor? Marissa, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan gaan jullie 7 minuten nu in. Marissa, oké, je moet naar kamer 43. Oké, kom eraan. Leg je spullen maar eerst neer en neem dan eerst de echte matras van het bed. Wilt u even opstaan? En leg dan de luchtmatras uit je tas op de bedbodem. Ja, ik heb hem. En nu? Nu moet je de slangen aansluiten, zowel bij het bed als bij de pomp. En als je de pomp bij het bed hebt geplaatst, dan moet je de slangen aansluiten. Hij zit erin. Mooi. Nu moet je eerst de werking van de spreizer controleren door eerst op de hoogste stand te blazen, op te blazen. Wat moet ik doen als hij is opgeblazen? Dan moet je de echte matras op de luchtmatras liggen. Dat is echt vet hoog, klopt dat? Oh, toch eerst leeg laten lopen, sorry. Helemaal? Als de matras helemaal leeg is, dan leg je de echte matras op de luchtmatras. Marissa, hoe lang ben je trouwens? Ik ben 1,76. Dan moet je het bed opblazen, dat de patiënt op een werkhoogte van 87 centimeter ligt. Welke stand op het afstandsbediening is voor mijn lengte? Uitproberen en er ligt een meetlint. Oké. En hoeveel was het ook alweer? 87. Is die aantal centimeters, is dat vanaf de grond? Ja, is vanaf de grond. Jullie hebben nu nog een minuut de tijd. Stop de tijd. Mag ik heel even kijken? Het moest zijn 87 centimeter min 5 centimeter of plus 5 centimeter, want dat is de amplitude. Ik zie dat je hem op 83 centimeter hebt. 83 plus 5 is 88, dus de opdracht is goed gegaan. Je hebt de eerste 250 euro binnen. Ja, dat hebben we goed gedaan. Gefeliciteerd. U ook. Ja. Als het allemaal goed gaat. Oké, gaan wij door naar de volgende opdracht, naar het volgende bedrijf.